Het Toon Hermanshuis in Sittard bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaat logischerwijs niet onopgemerkt voorbij. We praten in dat kader met directeur Huub Gubbels en met Karen Jansen, vrijwilligster, beide welkom. 25 jaar Toon Hermanshuis, dan zou je kunnen zeggen enerzijds proficiat, maar van de andere kant jammer dat na 25 jaar de noodzaak van een dergelijk huis nog altijd aanwezig is. Dat zou inderdaad jammer zijn, maar van de andere kant is het ook natuurlijk zo dat we een plek zijn waar mensen terecht kunnen die te maken hebben met kanker, naast en nabestaanden. De zorg in het ziekenhuis is enorm toegenomen de laatste 25 jaar. En het kan zijn dat ze gezond of uitbehandeld het ziekenhuis verlaten. Lichamelijk zijn ze wel, kunnen ze gezond zijn, maar tussen de oren blijft de kanker langer bestaan dan in het lichaam zelf. En dan is het mooi om een plek te vinden waar je met lotgenoten kunt praten, creatief bezig kunt zijn en opgevangen wordt door een dertigtal vrijwillige medewerkers. Ja, wat is de taak specifiek van het Toon Hermanshuis? Een plaats waar mensen terecht kunnen voor informatie, maar ook om met lotgenoten te praten over wat staat te gebeuren nog en troost te kunnen vinden ook. Ja, is die taakstelling de afgelopen 25 jaar veranderd? Want natuurlijk ook de medische techniek is veranderd. Of is het toch allemaal grotendeels hetzelfde gebleven? Het is grotendeels hetzelfde gebleven, ja. U bent vrijwilligster sinds wanneer? Sinds 2019. Ja, en met welke motivatie? Naast mijn baan en de zorg voor kinderen en kleinkinderen zocht ik nog iets maatschappelijks. En aangezien ik binnen de familie ook met een aantal kankergevallen te maken heb gehad, ben ik bij Toon Hermans terechtgekomen. Ja. Hoe ziet uw vrijwilligerstaak binnen het centrum eruit? Mijn taak is tweeledig. Van de ene kant begeleid ik een schrijfgroep, ben ik daar gastvrouw. En dan merk je echt wel dat je behoorlijk van invloed kunt zijn op hoe mensen weggaan na zo'n middag. Daarnaast ben ik ook in het huis aanwezig en wat binnenkomt, komt binnen. Daar ga je dan in mee. Sinds wanneer bent u directeur? Ik ben in 2021 gestart eigenlijk als voor een korte periode interim in verband met ziekte van de directrice. En ze bleek inderdaad langer ziek te blijven, dus werd mijn periode verlengd. En inmiddels heeft zij vorig jaar besloten om te stoppen met werken. En sindsdien ben ik nog steeds daar. Ja. 25 jaar Toon Hermanshuis gaat logischerwijs niet onopgemerkt voorbij. Wat kunnen u en ik daar als het ware van meekrijgen? Ik krijg er al veel van mee in de voorbereiding. We doen iets inderdaad voor onze vrijwillige medewerkers. Maar ook inderdaad een benefietavond. Willen we toch het punt van 25 jaar het Toon Hermanshuis markeren, middels muziek, maar ook met inhoud. Het gaat dus ook over mensen die te maken hebben gehad met kanker, genezen zijn en wat de meerwaarde was van voor hun het Toon Hermanshuis. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet alleen een lokaal iemand als Cyril Nielis erbij, maar ook André Rieu hemzelf. Ja. Hoe krijgen jullie dat klaar? Ja. Nou, we waren natuurlijk, toen we de datum hadden vastgesteld, zijn we natuurlijk eerst met het theater in gesprek gegaan of we logischerwijs in Toon Hermans Theater in Sittard zelf de naamgever gebruik konden maken op 18 juni. En daarna in gesprek gegaan met Rieu of hij aanwezig kon zijn of een andere onderdeel van zijn orkest aanwezig wilde zijn. En dat is het Maastrichtse Lonorkest geworden. Ja. En eigenlijk een aantal weken geleden toen hebben we contact gehad. En toen zei hij, ik wil ook zelf wel een bijdrage leveren aan de avond. Ja, en daar zijn we natuurlijk uiterst verheugd mee. Ja, nu bent u dus vrijwilligster. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ik wil graag vrijwilligerswerk doen, maar telkens in aanraking komen met mensen die misschien wel in de moeilijkste fase van hun leven zitten. Ik weet niet of ik dat mentaal red. Wat zou uw reactie dan zijn? Dat kan ieder alleen voor zich zeggen. Je kunt natuurlijk altijd een keer binnenlopen bij ons om te kijken wat we doen, welke mensen precies bij ons komen. En als je geïnteresseerd zou zijn om vrijwilligster te worden, wat ik zeg, loop even binnen, want
er zijn zoveel taken en je komt eigenlijk niet in aanraking, niet of nauwelijks met mensen die echt in een hele verre fase zijn. Ja. Daarbij is het natuurlijk, je weet van jezelf wat je kunt of wat je niet kunt. Mijn ervaring is dat het alleen maar voldoening geeft als je ziet dat iemand naar huis gaat en die heeft de komende uren een blij gevoel. Die zal misschien morgen vast weer in de put zitten, maar je hebt wel even een stukje lichtheid kunnen meegeven. Tot slot even heel kort, in de voorbereiding voor dit item zag ik een maquette voorbij komen van het Toon Hermanshuis in Sittard, van Jean Bukkums. Ja, ja. Dat was voor u ook nog allemaal redelijk onbekend. Ja, het was voor mij onbekend en ik heb hem benaderd en we gaan deze week contact leggen. Ik was verrast naar wat ik zag op Facebook en ik ben heel benieuwd. Hoe mooi, ik heb natuurlijk wel de plaatjes gezien, maar hoe mooi het in werkelijkheid is natuurlijk. Ja.